leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Mit. Zoe. En wij hebben voor elkaar een ASOS outfit uitgekozen. De outfit die Zoe voor mij heeft gekozen staat op haar kanaal. En de outfit die ik voor haar heb gekozen staat op mijn kanaal. Maar ja, we hebben eigenlijk altijd gewoon alles hetzelfde. Per ongeluk. Ja, zeg maar niet expres. Dus we dachten, ja, laten we gewoon kijken wat er gebeurt als we voor elkaar een outfit moeten uitzoeken. Ja. En het thema was festival. En we hebben de website ASOS gekozen. En ik heb mijn pakketje er zo open gemaakt. En ik ben er echt, dat ik denk van, shit, zeggen. Maar goed, we gaan het laten zien. Ik heb hem hier. Er zit heel, ik hoop echt dat je het leuk vindt. Maar ik hoop echt dat één ding ook echt past. Oké, ik ben heel benieuwd. Fleur heeft volgens mij ook echt veel meer besteld dan ik. Want dit pakketje is veel groter. Oké, ik heb mijn laptop erbij gepakt en ik ga even kijken hoe je ook weer een schermafbeelding van je laptop kan maken. Oh hier, volgens mij. En het thema is trouwens festival, dus we moeten een outfit voor elkaar uitzoeken met een festival thema op ASOS. We gaan even naar ASOS site. Zoe heeft gestuurd op mijn telefoon welke maten ze overal van nodig heeft, dus dat ga ik ook even bijpakken. Want ik moet natuurlijk wel... Nee, wacht. Ik ga eerst gewoon eventjes allemaal dingen lijken en zo. Volgens mij had ik al een paar dingen in mijn favoriet staan. En dan ga ik daarna wel kijken welke maat ze overal voor nodig heeft en wat ik nou uiteindelijk ga kiezen. Oh, nou fijn. Oké, we gaan wel gewoon beginnen met... Nou, ik vind dus van die sets heel erg leuk. Dus misschien dat daar iets leuks van bij zit. Ik vind het wel echt moeilijk om iets te kiezen, want kijk, Zoe en ik hebben best wel dezelfde stijl qua wat we leuk vinden. Alleen ik vind kleur heel erg leuk. En Zoe houdt ook meer van, zeg maar, basic kleuren. Dus ik weet nou niet of ik dan voor de basic kleuren moet gaan of voor mijn felle kleurtjes. Maar ja, we gaan gewoon even kijken. Zo, dit is echt heel lastig. Ik ga even naar een ander ding. Even kijken. Ik ga naar tops. Laten we met tops beginnen. Dat vind ik ook wel schattig. Waarom staat het nou weer allemaal in dollar? Ik wil eigenlijk wel iets van een rok of iets, denk ik. Of een shortje met een... Oeh, wat is dit? Dit vind ik wel heel schattig. Maar dit vind ik misschien leuker voor het strand. Nou, ik sla wel eventjes op bij mijn favorieten. Maar misschien hebben ze dus wel iets van een leuk jasje. Jassen en jacks. En kan ik daar een leuke crop top onder doen met een shortje of zo? Blazer is misschien beter. Oké, ik ga wel even door dit scrollen. Misschien zie ik hier. Ik vind het echt lastig om überhaupt te bedenken wat voor soort outfit ik wil. Dit jurkje. Maar ik wil niet één jurkje. Dat vind ik niet leuk. Super crop top met top. Het is wel heel crop, hè? Oh, ik vind het echt heel lastig. Oké, we gaan eventjes bij de broeken kijken. Misschien hebben ze leuke broeken. Wel van een beetje uitgesproken. Ik kan niet van die zwarte. Dit vind ik ook wel heel gaaf. Deze broek. Die is wel een kleur die ik zou... Ik denk dat Zoe dit ook wel leuk zou vinden. Maar dat weet ik dus niet zeker. Maar dit is voor tal mensen. Ze hebben hem ook voor petit. Niet dat het zo heel klein is, maar dan valt hij wat korter. Dat vind ik wel wat leuker eigenlijk. Waar is hij nou? Hier. Nee. Dit wordt hem niet eigenlijk, denk ik. Ik kreeg best wel veel leuke dingen, maar niet voor een festival. Dit is wel een mooi kleurtje. Ik denk dat het wel mooi staat bij Julie ook, die kleur. Maar hoe valt deze? Fijn dat er geen plaatje voor mee staat ook. Dit vind ik echt heel leuk. Oké, die ga ik eventjes lijken. Maar dan heb je alleen een jurkje, dat vind ik niet leuk. Het moet wel een hele outfit zijn. Wat is dit? Dit vind ik een leuk kleurtje. Oh, deze vind ik wel heel leuk. Ja, die wil ik eventjes hard hebben. Als je deze dan als jurkje draagt, dat is wel heel leuk. En dan met een shortje eronder en een crop top of zo. Ja, ik denk dat ik zoiets ga kiezen.
Want dan is het toch iets wat zo leuk vindt, maar toch een beetje met mijn kleuren. Oké, ik ga even zo zitten, want ik krijg een lange rug. Ik zal jullie wel eventjes verplaatsen. Oké. Maar ik moet denk ik ook niet te lang gaan doorzoeken, want anders word ik echt helemaal gek. Ze hebben zoveel dingen op deze site. Oké, ik denk dat ik eventjes bij de crop tops ga kijken. Tops. Crop tops. Voor onder die dingetjes. Even kijken wat ze hebben. Oeh, mooi dat gele kleurtje, maar... Even kijken. Het zit wel heel mooi denk ik bij Zoe, want ze is best wel bruin. Ik sluit even op. Ik vind deze zo leuk, maar... Of moet hij er gewoon bij doen en zeggen van... Extraatje. Oké, kijk. Ik heb een witte bandeau top. Hier ook. Dit is een mooie top. Maar wat ga je... Die vind ik wel leuk als we echt een zieke rok kunnen vinden, maar... En ik heb op zich ook nog... Ja, ik lijk hem wel eventjes. Ik kan hem niet kwijtraken. Oeh. Ook heel nice deze. Ik hoop ook echt dat ik een ziek leuke zonnebril ga vinden voor erbij. Want een zonnebril maakt het altijd af. Natuurlijk. Deze top vind ik ook wel heel leuk hoor. Het is zo lastig. Die is mooi. Maar lange mouwen, dat is niet echt. Oké, laat ik even kijken of ze leuke rokken hebben. Want dan weet ik of ik een rok of een broek ga kiezen. Ik weet dat Zoe lange rokken wel heel erg leuk vindt. Ik ook. Maar dan moeten we wel de goede tegenkomen. En Zoe heeft dus zelf hele gave Dr. Martens thuis. Dus die ga ik sowieso zeggen dat ze die eronder aan moet doen. Want volgens mij doen we dus geen schoenen. Maar ik denk dat ik sowieso die Dr. Martens ga zeggen dat ze die eronder aan moet doen. Maar dat zullen jullie in deze video wel zien natuurlijk welke schoenen... Ze er uiteindelijk onder aan heeft gedaan. Ja, ik zie dus niet heel veel leuke rokjes. Ik denk dat ik eventjes naar de shortjes ga kijken. Is toch ook wel wat makkelijker. Want met lange rokken op een festival heb je ook soms dat je benen tegen elkaar gaan aanscheuren. En dat doet echt pijn. Deze vind ik ook wel heel nice. Dit shortje. I like it. Dat is wel leuk met een wit cropped spijkerjasje ofzo. Maar ik ga ook nog eventjes andere shortjes zoeken. Oh, ik vind het echt heel moeilijk. Hoe lang ben ik al bezig? Ik ben echt al bijna 20 minuten aan het zoeken. En ik weet nog steeds niet wat voor short outfit ik wil. Ik kan ook een bikershort doen. Oké, ik ga eventjes kijken bij de jasjes. Of ze een cropped wit spijkerjasje hebben. Oh my god, dit jasje. Zoe zou dit nooit kopen. Dat weet ik nu al. Nooit. Zou ze dit kopen? Ik vind dit zo lastig. Echt veel lastiger dan ik had verwacht. Terwijl, als je nu zo denkt, hoe lastig is het om een leuke outfit op ASOS te zoeken voor een vriendin? Niet zou je denken, maar... Deze vind ik heel leuk. Even eventjes opslaan. Oké, ik ga even kijken wat ik nou allemaal heb opgeslagen hoor, want helaas, waarom kan de pagina niet geladen worden? Ik heb niet voor niks alles lopen lijken. Hots. Ja, op mijn telefoon heb ik wel al die gelijkte dingen, maar op mijn computer doet die lijkt dingen dus gewoon niet. Dus ik denk dat ik, zal ik het op mijn telefoon verder doen? Oh, yes, hij doet het. Dit zijn mijn favorieten. Kijk, deze blouse vind ik dus echt heel gaaf. Ik dacht, als ik die nou open laat hangen. En dan met zo'n wit bandeau topje eronder. En dan een ziek shortje en een leuke buckethead. En dan die Dr. Martens. Ik denk dat dat wel heel gaaf gaat zijn. En dan heb je toch nog een beetje die mintkleur van wat ik heel erg leuk vind. Maar ik vind het gele topje zo leuk. Oké, nou, we gaan in ieder geval deze erin doen. Dan weet ik een beetje hoe en wat... Ik qua outfit denk ik genoeg. Oh, we gaan eventjes het filmpje kijken. Wordt het niet te lang? Hij is al oversized. Misschien dat ik dat een maatje 34 neem. Zo
dat hij iets minder oversized was. Zo'n maatje 34 doen. Zo heb ik normaal maat 36. Maar staat hier al dat hij oversized is. En hij is voor de tall person. Voor lange mensen. Want hoe lang is deze chick als ik vragen mag? Ja. 1,80. Dan is hij bij Zoe en mij echt een jurk. Dus het is niet voor de normale mensen. Voor de kleintjes. Oké, ik heb het eventjes verder gedaan op mijn telefoon. En eventjes de camera uitgezet. Want ik ben echt 1,5 uur bezig geweest of zo. Maar op mijn laptop wilde die steeds de favorieten niet laden. En ook niet het winkelmandje. Maar ik heb een hele outfit bij elkaar verzameld. Ik vond het echt best wel lastig. Maar ik zal het eventjes laten zien. Ik zal eventjes hier camera in beeld zetten. Ik heb als eerst dit blouse jasje ding. En die heb ik in een 34. Want hij valt dus al oversized. En hij is voor lange mensen. Dus ik heb hem in een maatje kleiner genomen. In de hoop dat hij niet te oversized is. En die wil ik dan zeg maar dat ze die open over haar schouders laat hangen. Dan met dit zwarte shortje eronder. En die is dan een beetje high waist. En dan daaromheen deze riem met goud. Dat leek me wel leuk. En dan daarop een bandeau top. Maar ik twijfel dus heel erg tussen deze roze kleur. Of deze lila kleur. Dus ik ga ze maar gewoon allebei bestellen. En dan kijken wat dan leuker staat. En dan heb ik nog deze beltbag. Dus ja, door deze beltbag denk ik dus dat het lila topje leuker staat erbij. En dan nog deze gouden oorbelletjes erbij. Want die leek me wel leuk. Niet te groot, omdat de outfit al best wel opvallend is. En deze leek me wel heel erg leuk, ook weer met die lila top. Maar ik weet niet, ik vind dat roze kleurtje gewoon heel erg leuk met dat mintgroene staan. Maar goed, ik ga dit nu bestellen. Nee, ik ga gewoon eerst naar. Ik ga kijken wat zeg maar. Dit is het ding, denk ik. Oh, ik vind die kleur wel heel leuk. Ja? Ja, ik vind de kleur echt leuk. Maar dit is dus waarvan ik dacht van. Ik heb een maatje kleiner genomen. Oh, ik ben heel benieuwd of het past dan. Is het een pakje? Nee, het is zeg maar. Oh, het is zo'n jurkje. Ja, maar. Een soort jurkje. Je moet het wel open dragen en dan weet je zo over je schouders, zeg maar. Oh, oké. Dat wordt zo'n idee. Ik denk dat het wel past hoor. Ja, toch? Ja. Ik ben wel blij dat ik geen 36 heb gekozen. Kijk jongens, het is zo'n soort. Ja, ik vind het echt een mooi kleurtje. Ja, ik vind het ook leuk. Oké, dit is een tasje. Ja, nou, oh, zie je wat stom? Ja, ik zie je wat stom? Ja, ik ga straks wel, als je alles open hebt gemaakt, ga ik wel een uitleg geven erbij. Oké. Okay. Ja? Dus dit tasje erbij. En wil je dan dat ik hem zo draag of zo? Nee, nou, kijk, ik twijfelde heel erg van, oké, ga ik een gave riem kiezen of ga ik een beltpack kiezen? Okay. Dus je moet hem straks zo om je middel doen. Okay. Maar dan om dat jurkje zeg maar een soort van heen, dat hij een beetje leuk poft. Oh, ik hoop dat hij past. Hij ziet er wel groot uit. Ja, hij ziet er heel groot uit. Welke maat heb je genomen? 36 volgens mij. Oh? Ja, 36. Oh, dan moet hij denk ik wel passen. Dat hoop ik. Heb je je Dr. Martens bij je trouwens? Ja. Oké, die moeten er namelijk onder. Hoekje. En het is een beetje een high-waisted shortje. Oké. Ik ben benieuwd of dit past. Dat wel. Ik hoop het. Want de broekspijpen lijken heel breed. Maar misschien is het een beetje omdat het high-waisted is dat hij er groter uitziet. Oké, dit. Zit er nog iets in? Ja, oh, drie dingen denk ik. Oh, zo. Oh, dit is het topje denk ik. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Ik vond dat kleurtje wel mooi met dat mintgroen en zo. Oh ja, ja, ja. Oh, dit is wel veel kleur hoor. Oh, maar dit topje vind ik wel heel leuk. Ja, hè? Dit is echt wel zo'n topje, kijk maar. Ja, maar dat dacht ik. Dat is wel leuk erbij. Oh, deze ga ik sowieso. Ja. Maar ja, ik weet niet of ik die kleurencombinatie zou doen, maar dat gaan we straks zien. Maar ik dacht oprecht dat dat tasje op internet zag hij er iets meer holographic uit. Dus ik dacht dat het ziet er wel ziek uit met die twee kleuren, maar helaas. En daar zit hij denk ik. Ja, dit. Nee, maar jongens. Wat is dit? Oh, dit is mijn brilletje. Ja. Er zit denk ik nog wat in hoor. Ja. Oké. Okay. Ik dacht gewoon, waar is dat? En dat is ook de bedoeling dat je hem een beetje op je neus draagt. Oké. Okay. Echt leuk, alsof ik jarig ben. Oh ja, dit vind ik wel leuk. Een beetje met blauw en paars, dacht ik. Ja, dit, is wel dit leuk. Vind ik wel leuk. Deze staat ook leuk bij dit. Ja, ik zat net te kijken. Ja, ja, deze is leuk. Die staat mooi. Ik ben zo benieuwd als je het straks ook aan hebt. Ja, als alles bij elkaar op het staat. Zit er dan nog meer in? Oh, hier. Oh, dit zijn oorbelletjes. Ja. Die heeft ze ook nog besteld, die meid.
Maar die je nu in hebt zijn ook leuk. Maar ik dacht gewoon... Want ik wilde ook weer niet een... Ik wist niet qua ketting en zo. Dan werd het misschien weer te druk. Ja. En dit zijn gewoon van die ringetjes. Jezus. Oh, dat is wel altijd handig om gewoon te hebben. Ja. Ik moet ook even een gaatje van. Erbij. Want dan kan ik zeg ja, maar ik twee ik wil vier gaatje laten zetten aan één kant. Nog een tweede. Oké. Wat is je eerste indruk? Nou, ik vind het zeg maar losse dingen vind ik allemaal heel leuk. Alleen ik weet niet of ik het bij elkaar zou dragen. Ik weet ook niet of dat leuk is. Maar in mijn hoofd had ik gewoon zo van dat high-waisted shirtje en dan dat topje erop. En dan leuk dat blouseje er zo over ja, is gaan. Ik vind die blouse ook wel echt gaaf. Alleen ook omdat het denim op denim is. Weet ik niet. Ja, dat is waar. Nee, maar we gaan het even aandoen. Zo heeft de outfit aan. Ja, ik vind hem best wel leuk gelukt. Ja, ik vind het ook. Toch? Ze heeft haar eigen Dr. Martens eronder gedaan. Oh, wacht. Brits moet wel een beetje zo. Ja, een beetje zo hoog op je neus. Ja, het broekje zit een beetje strak. Ja. Dus die zou ik niet houden, denk ik. Nee. Maar ja, misschien. Ja, en het tasje, dat is het niet helemaal. Nee, die zou ik er zelf niet bij dragen. Dus die ga ik wel terugsturen dan. Ja, en ook, we laten hem dan eventjes in de verpakking. Ja. Dus ja, ik zou hem er niet bij aandoen. Jij? Nou, als je het zo ziet, zit er dan wel weer paars en turquoise. Maar nee, ik zou dan inderdaad gewoon een zwart tasje erbij doen. Ja, en dit topje vind ik echt heel leuk. Ja, die kleur staat mooi. Ja, die is echt top. Ja, en ik vind het niet echt... En vind ik, kijk hoe leuk van de achterkant als je die zo aan hebt. Dat is toch hartstikke leuk? Ja, ik vind het leuk. Dus ja, die jas vind ik en weet je wat ik ook leuk vind? Er zit hier aan de zijkant nog een split van dat jasje. Hey. Dat is ook wel leuk. Ja. Nee, als ik dit zou krijgen, zo van doe dit aan, zou ik het wel aandoen. Ja? Ja. Zou je dan niet denken van, oh shit, ik voel me hier echt niet chill nee, of zo? Nee, nou alleen die broekje, want die zit ja, zwak. Okay. Dus dan zou ik zo voelen, maar anders zou ik het wel aandoen. En weet je wat ook chill is? Dat het dingetje net je billen bedekt. Dat je niet heel de tijd je broekje naar beneden hoeft te trekken. Ja. Kijk maar. Maar ja, dit ding hoeft dat sowieso niet. Nee. Maar nee, ik denk dat het wel geslaagd is. Ik vind het heel leuk staan. Ja! Oké, nou, dit was de video. Dit was de video. Willen jullie nou weten wat voor outfit Zoe voor mij heeft geshopt? Moeten jullie eventjes op het linkje in de beschrijving klikken. Want dan kunnen jullie zien wat Zoe heeft uitgekozen. Dat gaat zo meteen pas. Ik ben echt heel benieuwd. Dus vonden jullie dit nou leuk en willen jullie dit nou vaker zien? Duimpje omhoog. En kijk ook eventjes aan de video van Zoe. En dan zien we jullie volgende keer weer. Doei!